Zonder te blussen eigenlijk aan. Als wij een brand op de ideale manier blussen, vind je na afloop geen water. En verschrikkelijkheid, in een kelder kan het niet weg. Er zijn tijden geweest dat we het bij door chemische stoffen vervuild wegdruk, dieselolie, smeerolie, gewoon met een oplosmiddel verdunden en dan spoten we de riolering in. En dat verspreiden ze eigenlijk. Vroeg of laat komt dat vervuilde water weer bij ons in de vorm van bluswater. En moeten we daar zelf weer mee omgaan. Je ziet echt geen hand voor je ogen. En dan is het echt ook op gevoel lopen. Omdat we als brandweer uiteindelijk toch weer gebruik moeten maken van dat oppervlaktewater, beseffen we des te meer dat we er geen rotzooi in moeten gooien. En zullen we niet zo gauw geneigd zijn om verdunningsmiddelen en dat soort troep in de goosling weg te werken.